Hallo kijkers van Shine Sprites, welkom bij een gloednieuwe video. Vandaag doen we Baldur's Gate. Het wordt niet per se een serie, maar het zal misschien wel iets terugkerend zijn. Gewoon als ik zin heb, dan drop ik dit. En verder is het gewoon lekker Baldur's Gate spelen. Geniet ervan, zou ik zeggen. Laat er ook mensen meedoen, dus dan weten jullie dat. Want nu moet ik weer gaan kijken wat ik precies wil. Ik kan nu wel iets anders maken, dus dat is op zich wel leuk. Ja. Wat do I want to play? Where to next? What was that? Let's hope the locals offer. Hells. Be wary. This place is trapped. This place is trapped. What? Nee, ik ging voices ging ik luisteren. Ik weet nog niet eens welke race ik wil. Oh, jij doet dat eerst voordat je appearance doet, zeg maar. Ja. Ah, misschien kan ik dat ook beter doen. Want ik bedoel, hoe je eruit ziet hangt af van... Ja, precies. Race. Even kijken. Oké. Oh, die background, daar snap ik nooit wat van. Tenminste, ik snap wel wat er bedoeld wordt, alleen ik vind het altijd lastig. Ja, dat is hoe je je inspiration krijgt. Oké. Okay. Als je dingen doet in-game, mm-hmm. Zoals... Heb je Will al ontmoet? Nee, ik denk het niet. Nee. Hij zit in de... Ik heb nog niet zoveel gespeeld. The Grove. Oh, oké, okay, nee. Even kijken. Als je... Lezel, die is soldier background. Dus als je iets doet wat daarbij past, mm-hmm. Dan krijgt ze inspiration. Oké, okay. En dan mag je eventueel opnieuw gooien als dat uitkomt, toch? Ja. Ja. Ja, dat is hoe je eigenlijk dus kunt rerollen. Margaret reageert. Ja, ik zag het. Ah, oké. Okay. Oké, okay, Margit. Welke subrace wil ik zijn? Welke klas ga jij zijn? Ik een rogue. Oké. Okay. Als mijn primary ability dexterity is, welke background kan ik dan het beste pakken? Want ik denk dat je dat beste aan elkaar kan linken, toch? Wacht. Even kijken, welke backgrounds zijn er? Criminal heeft stealth. Er zijn wel meer charlatan stealth, heeft sleight of hand. Dat is ook dex. Urchin en... heeft sleight of hand en stealth. Ja, die zou wel goed zijn.
It's opened. More of those wretched things. There's mad. Where to next? Let's hope the locals are friendly. Okay. Help! Something just woke up down here. Okay. Dat hoeft ook niet. Oh, ik weet eigenlijk helemaal niet of dit wel slim is om te doen. Oeps. Wat ben je aan het doen dan? Nou, ik zat naar de genitals te kijken. Alleen, ik weet niet of dat handig is als doe ik het als content even gebruik. Dan moet je dat even blurren. YouTube kan dat doen. Die kan je een vakje instellen als tracking. En dan dat hij dat blurt. Damn, I wanted to be purple. But I can't. Sedge. Zeer sedge. Je kan toch op een gegeven moment kiezen alle kleuren, of is dat alleen bij haar en zo? Maar is dat alleen bij haar? Oh wacht, alle kleuren. You right. Dit is al een vette haardracht. Dat is wel een andere kleur. Groen, nee. Toch deze club, denk ik. Je kan ook gewoon een keer doen gewoon dat je een zo lelijk mogelijk karakter maakt. Je hebt soms keuzes ertussen zitten dat ik denk van... Ja. Waarom? Hoe je kan zelfs dat kiezen, vet.
think I'm gonna give her tentacles on her eyes. Wow. The tatoeage, weet je wel. Mm-hmm. I mean, it looked kind of cool. Als ik het niet zwart doe, dan ziet het er gelijk heel anders uit. Jammer dat je de kleding niet mag kiezen. Ja, echt hoor. Zo sad. Margot had me wel iets nieuws geleerd. Je kan ervoor kiezen om dingen te hiden. Dus als ze een helm op hebben, kan je ervoor kiezen om die helm te hiden. Oh, dat zodat is je het nice. Uiterlijk nog wel kan zien. Dat wist ik niet. Dat is een Hogwarts Legacy ook. Daar kwam ik ook pas na heel veel uren spelen achter. Doe jij een achternaam of niet? Heb ik bij mijn andere character niet gedaan, dus dat ga ik hier waarschijnlijk ook niet doen. Oh ja, je moet nog een guardian maken. Shit. Maar ben je al zo ver? Ik ben nog lang niet klaar hoor. Zo snel. Yeah, die is vet. Thank you.
Yes, ready. Ik ben er nog niet hoor. Dat geeft niks. Ik ga ondertussen wat drinken pakken. Is goed. Mooie muziek, joh. Mm-hmm. Welke ding heb jij gekozen? Welke klas? Ik ga Warlock. Oké. Wat een lelijke outfit voor Warlock. Het clasht zo erg met mijn uiterlijk. Holy shit. Oh. Ja, ik heb een draw Warlock gemaakt met mijn singleplayer. Oh ja. Ik ben heel erg benieuwd naar jou. Oh, nu moet ik nog een naam verzinnen. Ook dat nog. Fantasy Name Generator, help me out here. Ja, voor de mensen die het niet weten, voor jij die het niet weet, Fantasy Name Generator, super handig. Mm-hmm.
Okay, I need a guardian. Oopsie. Rookie. Oh, er begint wat. Maar yeah. Dit kunnen we... Oh, chips. Dit kunnen we overslaan. Zo. Yep. Want die hebben we allebei al gezien. Yep. Is het... Trouwens, moest dat... Is het misschien niet handig voor je content? Oh, nee, dat is niet erg. Het is gewoon een beetje casual play. Het is niet dat het per se een serie wordt of zo. Het is meer van, ah, als ik toch aan het spelen ben, kan ik gewoon nu en dan wat leuke clips uploaden of zo. Zit ook nog. Waking up. Before you go, go. Wonder if the gods are watching me. Hey, zijn we allebei dezelfde. Hey, er zijn allebei tieflings. Nou ja. Nice. Eigenlijk moeten we niks tegen Margaret zeggen als hij mee gaat doen en die maakt zelf ook een character. Ik volg jou gewoon. Good. Even kijken. Welke knop was het ook weer dat je alles kon zien, zei jij? Alt. Wat Alt. Die. Oh, er was hier blijkbaar niks. Oké. Okay. This is the pool that Bing came from. The parasite now writhing behind your eye. Oh. Hey, investigation was successful. Nice. Yeah.
Je ziet het eerder dan ik, hè? Maar bij mij was hij nog aan het rollen. Oh, boom. Kapot! Oh no, what did you do? Ik heb iets kapot gemaakt. Dan moet ik helemaal omlopen om weer naar beneden te gaan. Oh ja, nu zag ik de Mind Flayer. Oké. Where the hell are we? Geen andere mensen om te redden? Ik heb niemand gezien. Moet je dan in die pots kijken? Ja. Ik heb de vorige keer volgens mij niemand gevonden hier binnen, dacht ik. Volgens mij kwam ik die Lysel pas tegen als je naar buiten loopt. Hey. Niet dat we het nodig hebben, maar... Wat is dat dan? Oh, dan kan je hier. Ja. Ik zag het later pas. Goblin. Als ik hem loot, kan jij hem dan niet meer looten, zeg maar. Ja, dat is correct. Oeh. I should save brain. It's okay, Brain. I'm going to rescue you. 1,000 years of humanoid history. Elves, dwarves, humans, and more flash behind your eyes. Better not be cursed. Dat draaien met het midden van je ding is niet echt heel handig, vind ik. Met het midden van je muis. First roll of the day, 16. Woo. Notice edema, a swelling of the brain, causing pressure where it strains against the shell of the skull. Ik ben brain aan het redden. Oh, met advantage. Ja, want ik had een investigation gedaan. Ah. Allebei 14 zag ik trouwens. Ja, dat is echt. The brain lifts from the skull. But you notice an opportunity. You could cripple the strange creature, making it more subservient, should it prove a threat. Wat? Heb je dit de vorige keer niet gedaan? Nee, ik had de ding niet goed gedaan. Oh. Ik had hem kapot geslagen, die brain, de vorige keer. We moeten naar de helm. Maar de helm, we are needed. Us. We are us. Ja. The brain tenses, as though querying an unseen advisor. Do you not hear it? We will not survive here. Oh yeah. We are needed to navigate. We are needed to leave this realm. To the helm we go. We are going to the helm. Ik vind het maar eng. Is er hier nog iets te looten? Net op tijd. Nothing. Is mij niet. Er ligt een of andere tablet daar. Oh ja, dat is history. Zou ik verder lopen? Ja. Hier kwam volgens mij de vrouwke de vorige keer.
Lezel. Something we can do. Until we escape, that must be our priority. First, we exterminate the imps. Then we find the helm and take control of the ship. We will address the matter of a cure for this infection once we reach the material plane. All right. Oeh, gevechten. Fall by my hand. Als ik beter niet. Oh, huh? Gaan wij tegelijk? Hoe werkt dat? Ben jij er nog? Ik hoor jou niet meer. Ja. Hij kan er niet bij. Dus dan gaat hij maar tanken, I guess. Maar wij spelen tegelijk? Ja, het is zo'n ding als je... Als je in dezelfde initiative turn zit, dan kan je gewoon spelen. Ah, oké. Okay. Alleen... Nou, ik dacht dat ik ook een bow had, maar blijkbaar is dat niet zo. Dat kan je dus ook doen als je zelf speelt met computerspelers. Dan kan je ook tussen ze switchen. Oké. You proved surprisingly adequate in battle. Now, to the helm. That was easy. Ja. Yeah. Don't waste a step. Je hebt een bow, maar je hebt hem niet equipped. Nee, ik heb hem net opgepakt. Oh. Ik kan hem niet equippen. Wat is dat nou weer voor bullshit? Even kijken. Volgens mij is zo. Yes. Do people need healing? We zijn er weer. Oké. We need to get out before it's too late. Oh, ik kan pas naar boven als jij al boven bent. Oh, wauw, oké. Okay. Ja. Oh, saving. Oh, ik kan nog niet send to camp doen. Tedge. Wow, what the fuck? Last time I didn't have to fight them. Oh, ik wel. Weet ik nog. Oh. Ik miste, dat is kut. Oké. Oh, je hebt een... Je knocked hem out. Wacht. Passives. Huh.
beard. I don't know why you knocked him out, but... Ik deed... Wat deed ik? Flourish. Maybe? Possibly throw your enemy off balance. Okay. Don't you dare acid splash us. Hoppatee. Oké. Ja. Oh, dat lukte mij de vorige keer niet. Oh, mij wel. Oh, dit is die dudette die ik tegenkwam in de grove. Even kijken. Look at the ledge that might open the ledge. Jij moet eventjes zeggen wat ik moet doen dan. Vorige keer deed ik het niet goed in ieder geval. Ja, we moeten eerst naar een andere kamer onderzoek gaan doen. En misschien even met ze praten. Ik heb met haar gepraat nou. Rescue, nog wat dus. Hé, jij moest rollen. Ja, I can determine what kind of magic it is. Oh. Oké, is alles klaar in deze kamer? Hier liggen wel nog wat dingen. Alleen kan niet alles oppakken. Oh. I didn't mean to talk to you, Lazel. Ja, ik had dat ook. Welke kant moeten we op? Pick. Faint images volgens mij die kant. A brain, a Githyanki warrior, and centuries of darkness. How many hosts of these gay infected? Wacht, wat gebeurt er nou? Dit was niet gebeurd. Dazed woman is trapped inside. Wie is dit nou weer? She doesn't notice you. Ben jij iets aan het doen? Alleen mee praten. You are in a conversation. Ik kan er alleen mee praten. Och, je hebt er alweer geloopt. Wat is dit? Oeh. Should I? Wacht, quick save. Ik kan het niet zien. Oh, ik kan niet quick save. Kan jij even quick save? En dat is met F5? Ja. Ja, dat kan ik. Oké, even wachten tot hij klaar is en dan ga ik mijn head op de console plaatsen. Doe maar. Uh-oh. Loopt hij nou vast? Oh nee. Oh. Niet gelukt? I think I just created a mind flayer. Wow. Yep, there it is. But the mind flayer thinks we're friends now, so it should be okay. Okay. Before it's our turn. Oeh, hij heeft er moeite mee bij mij. Okay. Betekent dat we nu Shadowheart kunnen bevrijden? Ja, ik heb een rune waarmee we nu haar kunnen bevrijden. Oh, oké. Gain a successful. Ooh. Thump.
Lukt het? Authority. Ik vind het wel jammer dat je niet iemand anders de cutscene kan zien. Oh, dat kan wel. Maar dan moet ik op jou drukken. Connection. You feel the biomechanical brain of the console process your command and yield to it. A shiver runs across your mind. You feel sated. Hey, ze is bevrijd. Oh, donk. Krijg je er geen XP voor? Dat is wel jammer. Oké. Okay. En nu? Your mind lurches into her thoughts. Her gratitude is mixed with. Dit was waarom ik haar eerst niet mocht. Omdat ze racist was tegen Lezel. Oh ja. Fair point. Looks like there's plenty of fighting ahead. Let me come with you. We can get off this ship and watch each other's backs along the way. Shadowheart. One moment. Oh, oh. Oh yeah, that thing. It's nothing. Trust me. There's no time to spare. Lead the way. XP! Woo! Oké, okay, nou, nu gaan we naar de andere. Oh, wacht, ik had de sleutel gevonden. Ook nog? Ja. Wordt die gecarried? Oké. Okay. Anyone need healing? Now's the time. Alweer? Nee. Anything interesting here? Do as I say. Nee, hè? Wat zeg jij? Niks interessants hier, toch? Nee. Was jij dat of deed hij... Oké, out of safe. Oké, good to know. Oh, de vorige keer trouwens dat ik deze fight heb gedaan, toen ben ik gewoon zo snel mogelijk naar de helm gerend. En toen heb ik het schip bestuurd. Tot ik het uit het schip viel. Dus ik heb die hele Archdevil dude niet bevochten. Dus ik moet die achievement nog. Nou, dan moeten we die nu maar even gaan verslaan dan. Ja. Shadowheart. Oh, oh. We must escape now. Do it. We will deal with the gate after we escape. Connect the nerves. Nerves. We will connect them. Okay. Oof. Oh, Shadowheart is eerst. Ja, samen met mij. Oh, nog geen bless. Lame. Oké, okay, dan ga ik Shield of Fate. There you go. Waste a step. Ah, haha, dat is lullig. Ja. Twee keer gemist. Hoppatee. Dead. There they attack us. Ja. Bitches. Even kijken. Je moet even kijken hoor.
De imp is dood. These boots have seen everything. Wait, what happened to her? Fire damage? Make way. How'd she get fire damage? Dunno. Nou, is niet nodig. Oké. Zouden de imps nog wat interessants hebben? Oh. Miss. Off balance, kaboom. Zo fucking veel HP. Ja, maar weet je met hoeveel meer mensen we zijn? Veel. Ah, oh, dat was mis. Oh, niet Cambion. Oh, niet eens imps. Waar komen die vandaan? Oh, volgens mij helemaal achterin bij het stuur, zeg maar. Oh. Eigenlijk is die Mind Flayer gewoon een soort van Human Shield. Ja. Yeah. The Human Shield is dead. Yep. Oh, ze komen van achter. Oh, ze moeten nog heel ver dashen. Oh, maar dit zijn dezelfde soort als wat we nu aan het verslaan hebben, toch? Ja, maar met een minder hoge HP. Oh ja, dit is een commander. Oh, nu kan ik niet weglopen. Want... Ofwel, kan ik wel weglopen? Zeg. Ja. Je kan hem duwen. Oké, nog meer enemies.
die commander gewoon killen komt wel goed. Ja. Boom. 27 HP heeft hij nog. No, us. Niet us. Het is nog maar 4 HP. Wacht, hoe doe ik dit? Delete, ik wil dit niet. Oh, zo. Yeah. Smack it. Verder blijven we staan hier. Gabriel's turn. Boom. Oh, de varken. Ha! Oh jee. No, us! They killed us! How dare they? Nice! Hoppatee! Critical hit, let's go! Nog maar 4 HP. Ik kan hier op zich veilig blijven staan. Ja. Tenminste, veilig. Fly! Ja, maar we zijn nu gewoon aan het vals spelen. Zag je wat er gebeurde? Did you just get one-eyed? What the fuck? Ja, maar ik ga gewoon die commander verslaan en dan... Nou zeg. He not dead. Miss. Oké. Okay. I do killing him? Oh, no. Yes. We did kill him. Ja. Kan je Lezel jou laten helpen? Ja, dat ga ik proberen. Dat is gelukt. Alleen, ik word natuurlijk zo meteen gewoon weer aangevallen. Oh, je moet, nee, ik ben eerder aan de beurt. Gage? Kan Lezel nog iets? Kan ze misschien pushen of zo? Ik kan pommel strike doen. Push, nee, shove. Shove kan ik doen. Ja, we kunnen nu ook gewoon voor de. Dat nu kan moet je doen. Veilig kunnen weglopen. Miss. Miss. Oké. Potion drinken, denk ik, hè? Voor de... Voor mezelf. Control ding, ja. Ga voor jezelf. Ja. Volgens mij kan ik gewoon weglopen. Ja. Oké. Nu weer. Maar. Nou ja, zeg. Wat gebeurt hier? Oh ja, hij mis jou. Nou, gelukkig trouwens. Maar dat was jij dat? Ja, dat was jij. Ja. Yeah. We hebben die achievement nu. We kunnen eigenlijk gewoon. Ja. Je had hetzelfde idee als ik. Ja. Le-
Izel. Mezelf maar weer omhoog helpen? Oh, oeh, shit. Misschien wel een goed idee, hè? Wacht. Ja, fuck it. Mis. Aha. Oké. Okay. Disengage? Run? Even kijken. Run for your life? Disengage is geen mogelijkheid. Huh? Hoezo niet? Hoe doe ik... Waar staat dat, disengage? Dat zijn die twee pijltjes die uit elkaar gaan. Die heb ik niet. Oh, daar! Jawel, maar dat kan ik niet doen. Oh, je bent opgestaan, dus je hebt geen actie. Kan wel nog steeds een potion erin. Kan je hem duwen en kan dan hem wel duwen. Wegrennen? Kan hem wel duwen. Huh? Ja, nu kan je wegrennen. Ja. Nu kan je wegrennen. Zonder attack of opportunity. Oké. Okay. Maat! What the fuck? Oh, hij mist nog maar aan. Wat? Oh. Oh-oh. Let's go! The Helm's alien trunk. Dat was de eerste battle, ging goed. Ja. De hele cutscene is nu natuurlijk met Shadowheart. Omdat ik haar heb gebruikt om... Maar moeten we de cutscene nog zien? Nee. Oké, nice. We'll be right back.